Ommerkanaal. De jeugd zegt zich in, ook bij het protest van de boeren. Succes jongens! Geslaagde actie. Ja, dat is het zeker. Dat hadden we eigenlijk helemaal niet zo verwacht. We hadden wat lokale media uitgenodigd, maar vanmorgen dat we, toen wij hier naar school gingen, heeft iemand een filmpje daarvan gemaakt. Ja, die kleine trekkertjes. Ja, inderdaad. Ja. En die heeft dat op Twitter geplaatst en we hadden zelf al een kleinigheid op Facebook gezet. Maar de landelijke media heeft dat opgepakt en het is het loopt storm. Ja, want hoe ziet jullie middag er nou uit? Nou eigenlijk was dit het... Dit wilden we graag laten zien, dat de producten die de boeren verbouwen, dat worden verwerkt in een pannenkoek. En nou ja, daarom hadden wij die pannenkoeken gemaakt en dat wouden we aanbieden. Maar de landelijke media die is er eigenlijk helemaal op afgestormd. Ja, want jullie als boer krijgen eigenlijk alles in de schoenen geschoven, hè? Eigenlijk wat de druppel die de emmer deed overlopen was dat er wordt van ons verwacht dat wij ons vee terugbrengen, de hoeveelheden. Maar aan de andere kant wordt bijvoorbeeld vliegveld Lelystad moet geopend worden omdat de mensen straks niet één keer maar twee keer per jaar met vliegtuig op vakantie kunnen. En dat wringt bij heel veel boeren dat ze zeggen van nou ja jullie moeten terug en aan de andere kant doet de overheid maar wat ze wil. En dat, dat is eigenlijk het grootste punt. Dat rijmt niet met elkaar. Nee, dat doet inderdaad niet. Met elkaar oplossen. Juist. Als we dan zeggen, we weten allemaal dat we klimaatdoelen moeten halen, maar dan moeten we zeggen van we doen allemaal wat. En niet zeggen van we doen één groep, die laten we het opknappen en zelf doen we niks.